Het inloophuis is een plek, een soort woonkamer, waar mensen die in aanraking komen met kanker terecht kunnen om hun leed of hun verdriet te delen en samen leuke activiteiten te doen. En hun naasten zijn ook van harte welkom. En op welke manier draagt dat bij aan de omgang met deze ziekte? Nou, we merken vooral dat het mensen heel prettig vinden om samen te zijn met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, die ook chemo hebben gehad, bestraling. Alles wat je in de periode meemaakt, dat is best wel heel heftig. En je omgeving is op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. En als je dan een plek hebt waar je het samen nog een keer rustig over kan praten en samen leuke dingen kan doen, dan ondersteunt dat het verwerken. Mick, jij bent hier ooit als gast binnengekomen bij het inloophuis Amstelveen. Wat merk je van de gasten die nu deelnemen aan het inloophuis? Hoe ervaren zij dit? De meesten ervaren dezelfde warmte als ik. En het, ja, een stukje doel op je zondagmiddag, wat toch vaak een hele lege dag is. Familie die is er dan niet zo. Je bent je groepje kwijt. Ik ben mijn collega's verloren. En ja, je staat een beetje met lege handen. En het is heel fijn om dan een invulling te hebben op je zondag. Nu zie je vaak dat het onderwerp deze ziekte dat best wel een hoge drempel opwerpt voor mensen. Is dat terecht? Ja, ik kan wel zeggen dat iedereen heeft zijn eigen gevoel natuurlijk. Ik vind het niet terecht. Het is hier heel open en gastvrij. De deur staat ook altijd open als het niet te koud is. En het is de bedoeling dat iedereen zich hier prettig voelt. Het is een warme omgeving. Iedereen wordt met open armen ontvangen. Dus we hopen met het open huis dat ook aan iedereen te kunnen laten zien. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die het nu misschien nog een beetje eng vinden om hier naartoe te komen? Nou, vooral dat de drempel niet hoog is, dat je daar niet bang hoeft te zijn. Het welkom is heel warm en dat je niks verplicht bent. Je hoeft niet per se te praten, je hoeft niet met een activiteit mee te doen. Je mag kiezen wat je wil. Je kan het allebei doen, je kan één van beide doen. Alles is mogelijk.